let's say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. Hoi en welkom bij de Verschijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En vandaag is de video voor mijn moeder. Ja, want ik heb zowaar een keer voor mezelf alleen kleding besteld. Bij Bonprix. Lukt het niet? Ja. Of toch niet? Jawel. Ja, kijk maar. Ik kan het. Je gaat wat makkelijker. Maak het maar open. Niet zo duidelijk. Een doos vol met spullen. Deze eerst. Deze zag ik het eerst. Ik heb wat t-shirts besteld, jurkjes. En dat was het eigenlijk wel. Maar deze gaan we eerst doen. En deze had ik het eerst gezien. Kan dat zo met het raam, zo voor het raam? Doe even mijn gordijn dicht. Nee. Je gaat gewoon naar de gang, want anders wordt het donker. Oh ja, dat is zo. Zij weet niet wat ik besteld heb, dus zij gaat mij zeggen of dat het leuk staat of niet. Oh. Ik weet niet hoor, we gaan hierin slapen. Ik weet het niet, we gaan gewoon kijken. Ja, en mensen, mijn stem is misschien een klein beetje weg. Want ik ben naar een walibi geweest en daar heb ik op iets start geschreeuwd. Ik ga hem gewoon even passen, jongens. Ja, doe jij dat. Ja, ik weet, ik vind het echt helemaal niks aan. Nou, hij schijnt nogal door. Het is misschien nou, dat maakt nog geen eens uit. Het lijkt net gewoon alsof je erin gaat slapen. Maar ik vind het nog niet eens zo stom. Ik wel. Ja? Ja, ik kijk die kant op omdat daar ook een grote spiegel is. Maar ik denk wel, het voelt wel warm al. Dus ik denk niet dat... Dik. Ja, het voelt... Maar goed, het is wel wit. Ja, jij vindt het lelijk. Ik ga even hier kijken. Je gaat toch daar niet in lopen? Nee, het is... Nou, waarom niet? Nou, waarom wel? Ik vind het nog niet eens zo stom. Ik vind het echt lelijk. Oké, gelukkig moet ik erin lopen en jij niet. Maar dit is een twijfelgevalletje. Laten we eventjes dat... Die even... Nee, goed, het past allemaal wel bij elkaar. Het is anders in ieder geval als bij Shein. Welke nu? Deze. Maar waarom is dit geen... Ja, maar niet uit. Dek hem maar gewoon open. En daar gaan ze het toch weer veranderen. Heel, heel glad. Oh. Gewoon een effe t-shirt? Ja. Maar is dat van dat zweetspul? Oh, nee. Is niet van dit zweetspul. Ik weet het niet. Je moet het aanzien. Ja, dat kan je zo ook niet zien. Ja, als je bruin. Gewoon voor een normaal t-shirt voor de bij. Zal ik het gaan passen ook weer? Ja, het is wel de bedoeling. Twijfelgevalletje, ik vind hem leuk. Hij spuug lelijk. Deze leg ik eventjes nee, terug. Niet waar. Zit hem niet in. Zitten van die lusjes aan waar je hem aan op kan hangen. Maar dan moet wel je ketting naar boven. Oké. Okay. Ja, het is simpel. Ja, maar gewoon voor simpel op je broek. Ik vind hem wel leuk. Je had hem nog in andere kleuren, maar ik dacht, ja weet je, ik vind blauw wel eens een keertje leuk. Ik vind deze wel leuk, jij ook? Simpel. Ja, ben simpel. Ik ben simpel. Ja, volgende. Zo ziet een jurkje. Dit jurkje heb ik eigenlijk al. Maar dat heb ik van de week heb ik dat gewassen en dat ging dus gewoon vet kapot. Dus ik dacht, ik bestel hem gewoon opnieuw. Dan heb ik hem weer. Die zit namelijk zo ontzettend lekker. Ja. Die hoort daarbij. Deze hoort hierbij. Hier staat tenminste iets op. Wat staat erop? Follow your dreams. Follow your dreams. Weet je nog? We hebben ooit een keer dat van die pijlen. Ja, zo van die pijlen voor je tuin. Ja, dat is nu al tuin. Afgewas. Ja. Ja, voor je tuin hebben we dat een keertje geschilderd. En toen had ik opgeschreven, follow your dreams. Maar het was dus dreams. Ik was vergeten de aarde tussen te schrijven. Nee, mooi jurk.
Voor jou wel, ja. Maar ik ben ook niet zo lang. Nee, jawel. Je bent net zo lang als ik, alleen dit is gewoon wat breder. Ik heb nu hoge wasgoed aan. Ja. Ik ga deze passen. Ja. Maar dan moet je er niet zo bij gaan staan. Je staat echt zo... Ja, omdat die... Ik vind hem te kort. Hij is langer aan de achterkant. Maar hij is te kort aan de voorkant. Het stofje is wel lekker. De tekst is leuk. Nou, het stofje is lekker. Wat zeg je? Het is bloedheet. Nee, het is zwart. Ja, dat, nee, dit stofje is bloedheet al. En hij zit best wel strak om je armen. Nee, hij valt wel mee. Maar hij is te kort. Dus deze gaat sowieso terug. Ja. Jammer. Ik vond het wel leuk met die tekst erop. En waar is dat andere shirt? Die moet je er bovenop leggen. Anders is het niet goed. Ja, maar deze zijn makkelijker terug te vinden dan die andere. Nou, nog een t-shirt. Want t-shirten, dat is voor mij een beetje een dingetje. Die heb ik niet zoveel. Nee. En zoals in de winter loop je met een t-shirt. Ja, maar goed. Ik heb niet zo heel veel t-shirts meer. Nee, een witte. Oh, zo'n topje. Oh, leuk. Hey, dat klopt, ja. Hé, hey, dat doet zo. Ja, waarom? Waarom zo? Weet ik veel. Het is een ezel. Ik weet het niet waarom. Het zal wel een teken zijn voor iets. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar kijk even naar die dingen die eruit steken. Die staan gewoon maar recht. Ja. Ik vind hem leuk. Voelt lekker. Maar ik heb een donkerblauw vermoeden dat hij te kort is. Ik ook. Ja, nou, we gaan het wel weer zien. Mijn ingewanden hangen eruit. Ja, die moet je er wel vinden. Deze kant ook. Dit ziet er heel dom uit. Zo. Nee, ik vind hem ook niet leuk. Hij is ook weer te kort. Waarom maken ze voor mensen die wat forser zijn? Omdat niet alle mensen zo aangewijs zijn als jou. Ja, maar we vinden het gewoon fijner, althans als ik dan voor mezelf mag spreken, ja, dat het iets langer is. Alvast is het maar 5 centimeter langer. Maar de rest, ja, het is toch ook bijna 5 centimeter. Nee, maar hij is kort. Hij is echt te kort. Niet leuk, volgende. Oké. Gaat weer terug. Ik heb nog maar één t-shirt wat ik leuk vind. Hoe moet het? Gewoon trekken. Hey. Ja, ik dacht al. Ik heb gewoon geen kant op. Dit is gaarsfilm. Ja? Staat niks op? Nee, leuk. Weer niet. Weer niet. Gewoon een simpel grijs t-shirt. Met wit. Zeiden we tegelijk. Maar deze lijkt wel weer wat langer. Ik ga deze gewoon passen. Ik voel het lekker. Beetje luchtig. Ik voel lekker, zeg je dat nou? Ja, ik voel ook lekker. Lekker zacht. Maar dit is een beetje luchtig spul. Maar je kan er niet doorheen kijken. Echt wel? Schrikkelijk. Ja, wel, ik zie je wel een beetje. Maar ik ga hem gewoon passen en we zien het wel. Er moet er gewoon een grijze of een zwarte BH onder. Of rood. Ja, dat kan ook. Dan zie je ook niks. Niet zo. Beetje te simpel. Ja, hij is echt heel simpel. Hij is gewoon echt, ja, hij is wel leuk. Nou, maar deze is minder simpel dan die blauwe, hoor. Ik vind die blauwe juist wel leuk. Ik vind deze dan leuker. Ja, maar die blauwe is langer, dus die... Nee, deze gaat ook weer terug. Okay. Nou, hou ik lekker veel, even mijn andere t-shirt nog pakken. Wat doe jij? Die komt hier uit. Die komt daar uit. Ja. Deze komt daar uit. Ik hou niks meer over, jongens. Nou, gelukkig hadden we het nodige besteld. Hier staat het gezicht op. Ja, maar die is lang, dat weet ik. Ik wil gewoon iets langer, dat vind ik gewoon fijn. Waarom met een gezicht erop? Ja, dat zetten hun erop. Ja, waarom jij bestelt hem? Ja, omdat dat het enige is wat een beetje langer is. Oh, ik wil zeggen of toch ook niet. Zo, hallo. Hij is wel leuk. Beetje een Frans iets is dit. Maar er zitten heel veel dingen op achter. Pluisjes allemaal, ja. Ja, gooi op de grond. Moet toch stofzuigen. Ja, doe maar. Nou, laten we kijken. Hoe is het stofje? Nee. Dat is wel lekker. Het is wel een lekker stofje. Ja, dat is gewoon een waslabel. Kijk. Weer van die lange lussen. Ik vind het wel grappig. Wat staat erop? Het
très chic. Ik ben geen Frans iemand. Très chic, dat zal wel iets zijn van echt chic of zo, zeer chic. Geen of de taal gewoon niet, gewoon mijn land. Très is wel très, onder stress. Of stress. Oh, stress. Zal ik deze maar gewoon aandoen? Ja, je hebt niet niks ge... Nee, dat is ook zo. Next. Oké. Ja, deze is leuk. Is wat groter. Au. Wat doe je? Pijn in je arm? Ja. Ik vind deze wel leuk. Toch? Hij zit wat fijn. Lekker op een boef. Oké. Die hebben altijd zwart wit. Van die streepjes. Hè. Oh, mijn voel is, dit is heel glad. Ja, dat vind ik niet. Dat vind ik aardig. Hoe je dat ook doet, hè? Nee, dit is lekker glad. Zo, woe, boem, hè. Hoi. Het zijn mensen aan het toeteren. Ja. Geen idee. Geen idee, ik zie ze ook niet. Er staat in ieder geval wel PostNL. Ja, maar we hebben al PostNL gehad. Deze ga ik bewaren. Andere t-shirt weer even pakken. Huh. Oh, jij hangt alles daar neer. Echt irritant. Ja. Yeah. Even kijken. Nou jongens, het rijtje wordt steeds langer met wat ik terugstuur. Ook allemaal uit doen. voor de kamer. Ja. Yeah. Bye. Ik doe vast de dingen opvouwen. Terug in het zakje. Wat is dit nou weer? Het is weer een topje. Een topje? Oh, het is een lange topje. Dat is leuk. Maar er staan sterren op. Ja. Zij wordt zo kinderachtig. Nee, dat kan ook niet zijn. Ik vind hem leuk. Oeh, lekker stofje. Ze hadden deze ook in andere kleuren, in wit, maar weet je, wit... Wit met jou? Allemaal vlekken. Ja, ook, maar weet je, wit, dan kan je alles doorheen zien. Weet je, last van mijn schouder vandaag. Van mijn knieën. Ja. Ik vind hem wel, ik vind hem echt, ja, ik zeg het elke keer, ik vind het leuk. Maar ja, of dat dan ook daadwerkelijk staat, het is wel weer wat langer. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Kijk de sterren. Nou, passen dan maar. Ja. Deze vind ik wel leuk. Kijk, die staat ook leuk op dit. Sst. Ja, dat zijn Engelse mensen. Hij is leuk. Ja, deze is wel leuk, hè? De ketting erboven. Ja, maar hij valt net op in. Nou, maar dan vind ik hem niet leuk. Ik wel. Dan doe ik gewoon mijn ketting niet aan. Ik vind deze leuk. Ik weet het niet. Nou, ik wel. En deze vind ik dus wel leuk. Eindelijk. Eindelijk. Nummer 2 die ik leuk vind. Doen we lekker als laatste. Nou, nummer 3 eigenlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is het? Een t-shirt. Oh. Kijken. En dan... Ja, ik weet niet of dat het leuk is. Weet je hoe kort dat ding is? Hij valt wel mee. Nou, ik vind dit een beetje ouderwets. Ik ben ouderwets. Ik ben bijna. Nou nee, ik ben nog geen oma. Gelukkig niet. Ja, ik weet het niet. Nee. Het stofje is wel lekker. Die dingetjes zitten erop. Moet je voelen. Voelt grappig. Dat gaat eraf. Maar nee, zal ik deze maar gewoon ook weer gaan passen? Het is wel een lekker luchtig stofje. Ja, deze ook best wel leuk. Kijk. Zie je dat zo'n boer in? Nou, lekker dan. Weet je wat ik niet leuk vind? Ik denk dat hij terug gaat. Dit onderste. Dit krotte, dit is een beetje zo'n... Jurkjesachtig. Ja, jurkjesachtig. En dat is wel echt jammer. Ik vind het zo niet. Nee, als ze hem nou gewoon normaal hadden gedaan. Weet je, een normaal t-shirt. Hé, jij zit ook niet over je kont heen. Dat vind jij ook niet leuk. Nee, dat is zeker niet. Nee. Oh jongens, ik heb gewoon alleen maar deze. Nou, niet zo mouw. Je hebt tenminste weer wat. Nou ja, poeh, leuk. Deze ook. Je draagt toch alleen maar jurkjes als het heet is. Ja, maar als het een dagje is wat niet zo heet is, is het juist wel lekker om iets met een t-shirt aan te doen. Ja, nu gaat er een jurkje open en dat staat eigenlijk niet leuk op deze broek. Boeien. Ja, maar ik ga iets anders aan doen. Nee, te veel moeite. Dit is zwaar. Ik is het zwaar? Ja. Is dat
keer zo. Nee, hij lag er bovenop, dus ik denk het niet. Nou, toch drie dingen, misschien vier. Tadaa! Die blijf ik leuk vinden. Het enige nadeel hieraan vind ik... De knoopje! Er zit een knoopje in je nek en heel vaak pakt hij precies je nekhaar. Dat is echt de hel. Nee, hoeft niet. Hij is open. Doe maar gewoon dicht. Nee, hij moet open. Nee, hij moet dicht. Ik kan hem gewoon zo aan. Nou, ik krijg hem niet meer dicht. Zeker wel. Je moet me gewoon niet laten lachen. Nee hoor, gaat niet. Even dicht. Maar deze, ja, nou, dit is gewoon precies hetzelfde als dat ik al had. Alleen, hier zitten niet van die lusjes aan, dat ik hem korter kan maken. Die lusjes heb je zelf gemaakt, pannenkoek? Nee, er zaten van die trekdingetjes aan om ze korter te maken. Hier niet, moet ik met het knoopje doen. Ja, we gaan het zien. Ook weer van die lange... Je zag altijd, we gaan het zien. Ja, maar ik heb twee persoonlijkheden, dat wist je nog niet, hè? Niet maar zelf een ei, ik ga hem gewoon passen. Oh, weer die ingewanden. Nou. Ja, dan moet je er gewoon uit knippen. Ja, die knip ik eruit. Hij is gewoon leuk. Doe ik even die andere, want anders gaan mensen daar aan storen. Ja, of ik. Ik vind hem leuk. En deze zit gewoon zo ontzettend lekker. En ik baalde ervan. Ik haalde hem uit de wasmachine, die eerste die ik had. En was dit gewoon, het was gewoon erg door, weet je. En daar kon ik gewoon helemaal niks meer mee. En ik dacht, nou weet je, kijk, ze hadden hem nog. Dus ik dacht, ik bestel hem opnieuw. Maar dit stofje lijkt anders dan dat ik hem eerst had. Wat lekkerder. Luchtiger. Ja? Lekker. Deze ga ik zeker bewaren. Voor als we op vakantie gaan, kan ik deze meenemen. Luister, dus ik ga houden. Deze, die met die sterren. Een jurkje. Ja, topje. Tuniek. Nee, maar dat doe ik. Ik zal hem even zo laten zien. Deze. Kunnen ze niet zien. Oh, ga je maar laten zien. Oh, vergeet ik weer dat shirt. Ja. Wat? Oh. Pannenkoeken, nou weet ik het niet meer. Dit is het jurkje. Ja, dat is het shirtje. Deze gaat weg. Ja, maar waar is dan het plasticje daarvan? Oh, hier is het, denk ik. Wauw. Oh, jij doet dit waarom? Weer. Waarom? Jij doet zo dom. Nou, weet ik je... had alles netjes neergelegd. Ja, ik ga wel gewoon kijken. Dit klopt in ieder geval. Deze ga ik houden. Oh ja, toch wel. Deze ga ik sowieso houden. Oh, dat was die. Deze met... Waar is die andere, Gijs? Wat stond er? Tre, chic. Gijs heb ik al in gedaan. Echt? Leuk. Ja. Gewoon een simpel blauw t-shirt. Simpel. Maar is gewoon leuk. Ik heb trouwens ook nog zo'n blauwe, zo'n broek. Weet je, dit zijn wat luchtigere boeken. Broeken. En die heb ik in het blauw ook. Een beetje deze kleur blauw. Dus die kan dan ook mooi daarop. Deze ga ik houden. Ga je die houden? Weet ik niet. Als je die echt gaat houden... Dan ga je niet meer naast me lopen. Nee. Nee, ik denk het niet. Hij is ook zwaar. Ik denk dat hij... Ik heb echt last van mijn schouder. Ja, die is heel zwaar. Nee, ik denk dat hij terug gaat. Gaat hij ook? Dus 1, 2, 3, 4 dingen toch? 3 dingen. Dus 1, 2, 3, 4 dingen. 4 dingen. Vier. Ja. Jongens, ik ben gek van Bonprix. Dus hebben we er niet altijd even nieuwe dingen. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb weer wat. En wat langers, daar hou ik van. Dus ik ga dit lekker houden. Ja. Niet alles, maar een paar dingetjes. Dat pluisje ineens zo voor mijn oog. Ik denk, je blaast naar mij. Ik blaast terug. Ik schreeuw. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En een belletje aan te klikken. Zodat jullie niks meer missen van de verschijfjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!